Een hele goede morgen op deze dinsdag. Ja, volgens mij alweer de 27e maart. Ja, het is nu 9:49. Ik heb mijn oortjes wel in, maar ik heb hem nou niet aangesloten. Kijk. Nee. Dus, dan horen jullie mij denk ik ook wat beter. Ik ben nou dus aan het lopen met de hondjes, wat jullie wel kunnen zien. Ook die moeten eruit. Vanzelf. Dus ja, ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst. Nou, vandaag loopt Roderick dus nu even niet mee in deze ochtend. Want die heeft een vergadering. Hij moet op tijd op school wezen. Dus ik denk dat ik alleen fiets. Ik heb nou nu even op dit moment geen wifi, dus ik kan hem ook nou niet berichten. Ja, ik kan hem wel berichten, maar ik krijg pas wifi ergens anders in de wijk. Dus dat zou ik wel even kunnen doen. Dat ik even, denk ik, alleen sowieso fiets. Want ik weet niet van waar hij vandaan moet komen. Nee. Kom maar, meid. Nee, we gaan niet nog meer kuiltjes maken. Dat doe jij en andere hondjes al veel te veel. Maakt niet uit. Mijn Loffie is gisteren onder de douche geweest. Kijk dan. Nee, blijf. Hey, kom je kusjes geven dan. Ben jij een mooi kind. Ga lopen. Ga lopen. Ga lopen. Lady. Kijk dan hoe mooi ze staan, hè? Nee, we gaan niet graven, niet. Nee, je moet niet iedere keer naar mij toe komen als ik aan het foto's wil maken van jou. Je komt iedere keer mijn kant op, gast, die kant op. Ja, ik zie al wat jij ziet, ja. Miep. Hi. Hi, Tut. Kom je even knuffelen bij mij, hè? Ja, je doet het goed hoor. Ja, je doet het goed hoor, schatje. Maar dan gaan we weer even verder lopen, hè? Ja, maar dan ga ik even mijn camera uitdoen, want ik zie daar weer een uitlaatservice lopen. En met Helles, is dat slim? Nee. Nee, hè? Is niet slim, hè? Nee. Nou, het is inmiddels alweer bijna 11 uur. Ik heb al hier al in huis lekker gestofzogen, gedweld. Ik ga zo meteen nog even alles doen, want het moet ook even gedaan worden. En dan even de kattenbak. Ja. En dan ligt er eentje lekker op de bank. Zo eentje van de vensterbank af daar al. En er is eentje aan het eten op de krabbal. En Lady ligt lekker op het balkon. Hey, meisje. Nou, loes kring hoor. Ja, je liet een scheet, dame. Hé, knorrepot. Ja. Hé, meisje. Nee, kleine van mij. Of jij ook nooit aandacht krijgt ook, hè?
Ja, zo gaat het dus hier altijd. Nou, ik ben alweer een heel tijdje thuis. Het werk op school, dat ging super. Ja. Nou ja, Roderick is dus nou post aan het lopen. Ik ben al met en met de dames naar buiten geweest. Straks moet het weer even, maar dan moeten ze los. Ja, want ik moet een filmpje maken voor iemand. Want Lofliet vindt het nog wel eens leuk als ze los is, en Lady ook, om dus hier in dat nekvelletje te gaan hangen en te doen. Dus ja, dus ik weet ook niet altijd even wat het is. Ik heb een vermoeden dat dat gewoon speel is, maar ik weet het dus even niet zeker. Dus ik heb even iemand om advies gevraagd. En dat is een schat van de vrouw. Ook al ken ik haar nog niet helemaal persoonlijk, maar dat heeft helemaal niet. Het is weer een vriendin van een vriendin van mij. Uit naar België. Dus die zei al van ja, maar als ze buiten zijn, maak ze gewoon even los, allebei. En dan gewoon even een filmpje maken. Dus dat wordt ook vandaag uitgevoerd. Ja, en dan moet ik ze ook corrigeren als ik zoiets heb van het gaat te ver. Dus ook die krijgen jullie ook gewoon te zien. Ja. Dus alleen zij krijgt hem eerder te zien dan wat jullie krijgen. Ik ben nu alweer met een vlog bezig, die is aan het groen aan het worden. Zodat ik hem dus op YouTube kan plaatsen, want het is nou de 27e. Dus voordat deze is, wordt voor de. Die ik nou aan het maken ben, die is voor de 28e. Nou, dan heb ik nog wel een paar mappen. Dus maar ik ben nog even bezig en dan moet ik nog de afwas even doen. Ik heb mijn moeder aan de lijn. Joehoe, die is ook druk bezig met spiegels maken en verkopen en alles. Dus mocht je interesse hebben in spiegels, heel mooi gemaakt. Ik zou zeggen, neem dan even een kijkje op haar YouTube-kanaal. Haar kan je vinden op Corina Luisterburg de Jong. Ja. Ik zou zeggen, gewoon even kijken. Abonneer ook even op haar kanaal, want dat kan ze gebruiken. Ja. Ik ben nog wel eens lief. Ook niet altijd hoor. Maar, jawel, tuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, gewoon even kijken en dan komt het weer helemaal top, dik in orde. Ah, kom. Dit is dus Loffie. Dit is de pup van 5 maanden. Lady, kom. Ga mee. Ja, kom maar. Nou doe je het niet. Ja. En nou doet ze het niet hoor. Kom maar meisje. Kom maar. Kom maar. Kom maar spelen, kom maar. Maar lopen. Normaal blijft ze en het dus inhangen. Hier, Loffie, op het gras, kom. Hier, kom. Kom, op het gras, kom. Kom eens hier, Loffie, kom hier. Goed zo. Kom eens hier. Ja. Dit is dus Lady van bijna 4 jaar. Hé meisje, kom. Kom helpen. Kijk. Dit bedoel ik. En ik vind het altijd niet zo leuk om dit te zien. Dus of het is heel, heel erg, beschermend weer naar haar. Dat ik haar op de kop geef. Ja, en ze is lekker in de rij. Hey, meisje. Hey, kom eens hier. Lady. Hey.
bijna 4 hè, dit jaar alweer hè. Zo, het is al inmiddels alweer avond. We zijn al een rondje gedaan. Ze heeft de grote vriendje Benji gezien. En ze is even groot als Benji, dus ja. Mm-hmm. En Miepie is al even groot als Frodo. Dus dit wordt nog wel een hondje hoor, denk ik. Ik denk wel dat ze groot wordt. Ik hoef je reet niet te zien hoor, nee. Het is nu al bijna 10 over 11. Zometeen de spa en dan gaat deze ik weer strakjes lekker naar de Betje Verenstraat te laken. Cursusloop nummer 69, ja. En Lady heeft er ook helemaal nergens meer zin in, hè meid? Nou ja. Je bent moe hè meisje. Ja, en er zitten nog allemaal koekjes in, ja. In die touwkluif, ja. Hé, hey, Ro. En dat kun je ook doen, hè. En bij die touwkluif allemaal koekjes en ertussen doen. Ja, dat ziet er zo uit. Ja, maar, en dan moet je en erin proppen. Ja, knop. Hè? In die knop? Ja. In de gat of zo. Ja, maar en maar tussen het touw. Ja, dit is zo'n knot, zeg maar. Ja, zo. Ja, maar die heb ik ook. Dit holt in het midden. Ja, dus? Maar daar haalt hij alles zo heel snel uit, op een of andere manier. Maak er eens even een foto van dat ding. Kan ik eventjes een beetje wegwijs maken. Yep. Nee.
En die poot bijten ook, hè. Kreng in die oor. In de hals. Oh, 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 oh. Pittig drammetje. Heerlijk dit. Normaal dan had ik al lang al ingegrepen. Omdat ik dit ook al gewoon vaak niet leuk vind. Maar het is ook gewoon een spel. Maar dan heb ik zoiets van, ja, maar je doet haar gewoon zeer. En vooral met even die wisselen van even die tandjes en alles. En vooral toen, en dat ze nog pipi tandjes had. Die zijn lekker zo vlijmscherp. Maar lady kinder ook wat van hoe mensen? Ja. Dat is Max die jullie horen op de achtergrond. Ja, want ik ben wel weer met Roderick zoals gewoonlijk. Een dierenvlog van, nou ja, en niet een vlog, maar een dierenvideo van 5 minuten en 15, 16, 17, 18 seconden. Ja, ja, gaat lekker. Dit deed Lady dus helemaal nooit, hè, aan deze touwkluiven snuffen of wat dan ook. En nu? Wel. Ja, ja. Hoe doe je dat? Nou, een puppy aanschaffen. Ja. Ja, een puppy aanschaffen. Als je een hond hebt die lui is, dan moet je gewoon eventjes een puppy aanschaffen. Dat werkt. Ja, maar die is van mij. Ik wil die hebben. Nee, die is van mij. Ikke. Nou, en dan bijt ik je toch in je poot. Maar dan wil ik wel eens weten en wat dit betekent. Wat Lovely allemaal doet bij Lady. Uitdagen, denk ik, dan meer. Zo, in die oor bijten. Oh, 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 oh. Ja, ik ga Pietje weer doen en dan ga ik de spa kijken, dames. Nou, goedenavond allemaal.
Nou, ik ga nu zo meteen de spa kijken, want Pietje Paulusma is dus net geweest. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze rare, leuke, vrolijke vlog. Heel veel dieren weer in geweest. Ja, we zijn gewoon even aan het sparen voor onze nieuwe vlogcamera. Dus het is gewoon even heel veel dier. Maar we hopen wel en dat jullie het leuk vinden. En af en toe verouder ik erin en die weer lekker gek doet. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dat zou ik leuk vinden. Deel mijn YouTube kanaal en dan doe ik dat ook weer voor jou. Ja, ik zou zeggen tot mijn volgende vlog maar weer.